Ben je blij met je resultaat? Het resultaat op zich op de Olympische Spelen was voor ons wel een beetje teleurstellend. Maar ik denk dat snel de trots zal overnemen en dat we heel blij mogen zijn met een vijfde plaats. Wat mocht je absoluut niet vergeten om mee te nemen naar Japan? Koffiebonen. Die stonden eigenlijk al anderhalve week voor vertrek klaar. Omdat ik nogal hecht ben aan een lekker potje koffie over de middag voor de training. Heb jij een lijflied? Vroeger luister ik inderdaad wel K3 voor de wedstrijd om eigenlijk een beetje stressniveau wat naar beneden te krijgen. Om eigenlijk wat te relativeren wat de wedstrijd eigenlijk ook maar is. Hoe was het om met jou samen te wonen de laatste maanden? Het was niet veel thuis zijn en veel weg en weer tjolen. De snor was wel een verrassing. Maar mijn vriendin noemt me altijd senior als ik alleen de snor heb. Ze is mega fan van mijn senior nieuws. Wat heb je het meest gemist uit België? Mijn kat. Maar we hebben nu een voederbak gekocht met een camera. Dus nu kan ik er eigenlijk altijd zien als ze aan het eten is. Dus dat is wel schattig. Wat ga jij doen met je premie van de Nationale Loterij? Ja, mijn vriendin en ik gaan samen gaan wonen, nu na de Spelen. We gaan een huisje zoeken samen. En ik denk dat dat wel daarvoor zal gebruikt worden waarschijnlijk.